Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij No Limits aflevering 7, 28. 27, sorry, 28 zijn we deze week. Het gaat gewoon te snel. Dat betekent wel nog met 2 afleveringen en dan stopt de serie even het bestrijden van 8 banen. Dan gaan we uitleggen hoe je ze moet maken. Maar geen paniek, daarna gaan we gewoon weer door met beoordelen. Gaan we dat doen met 3 achtbanen en dat is de Coma Motorbike tegen Vermit Trax en Viper. Beginnen gaan we met de Vekoma Motorbike. Vekoma Motorbike, motorbike achtbaan. Gelijkaardig dingen staat in Toverland, dat zijn de groene motorbikes daar. En dat lijkt er wel een beetje op, denk ik. Ik ga afwachten. We staan stil. We gaan de speedtreffer bij jou hieronder zetten. We staan nu stil. En we gaan met ruim 80 km per uur. Worden wij hier afgeschoten. En ik denk dat het een remake is van de boosterbike. Want dit lijkt er toch wel op. Ja, volgens mij is het de boosterbike, jongens. Ik denk het wel. Dit is volgens mij de boosterbike. Nee, dit niet. Oké, dit ook niet. Dit zit er niet in. Oké. Het begin... Dit zit er volgens mij niet in. Het eerste deel wel. Dit denk ik niet. Hupla. Ik denk toch niet dat het... Ja, hij lijkt er wel echt heel erg op. De booster waar ik uit Toverland lijkt hier gewoon heel hard op. Maar dat zijn dan... de groene notetjes met groene banen. Ja, hij lijkt er heel erg op. Ik weet niet als het er precies is, maar ik moet zeggen dat hij goed uitgewerkt is. Hij heeft ook verschillende bomen gebruikt, dus alleen maar positief. Het is ook een goede baan. Hij heeft ook eigenlijk wel voor alles, hij heeft 2 soorten ondersteuning gebruikt, maar deze en de rechte palen. Maar dat maakt op zich niet uit. In de real life staat hier uiteraard in het midden centraal punt waar alle ondersteuningspalen naartoe komen. Hij lijkt erop, ik denk niet dat het, nee, dit is hem niet. Daar ben ik eigenlijk wel zeker van dat het hem niet is. Officieel. Maar toch vond ik het een heel goede achtbaan. Laten we zeggen 7,5. Nee, we ronden dat naar 8. We gaan het doen. 8 op 10 voor deze eerste achtbaan. Hij vertrekt net. Laten we doorgaan met achtbaan 2 en dat is Vermitrax, dat is een rare naam, Vermitrax. En Vermitrax is geladen. Het is een vloerloze coaster. Het is geen dive coaster. Floorless coaster is dit. En ik ben heel erg benieuwd. Het begin is al... ik hoor een opdaging, dus we gaan toch opgetakeld worden. Laat ik het met jullie hebben. We komen wel heel kort bij de grond. Holy shit, we gaan zelfs doordingen. Laat ik het even hebben met jullie. Het is ook heel lang trein. Over een aantal dingetjes. Laat ik het ook hebben over... laat ik beginnen met het eerste deel. Het eerste ding waar ik jullie aan wil herinneren is die afspraak van de 300 abonnees. Die moeten dus binnen zijn voor einde van dit jaar. Dus op 31 december, als ik ze op 31 december 2015 om 23:59 niet heb, komt die 12 uur livestreamer niet. Ik ga echt serieus op dat uur gewoon kijken. De minuut voor het nieuwe jaar in het begin ga ik nog kijken als ik ze heb. Zo niet, dan gaat de livestream uiteraard niet door. We staan hier stil. Ik denk dat de remmen nog niet vrij zijn. Dus we zullen maar even afwachten. Nou, dit ga ik wel even misschien toch doorspoelen, want... Ik wil blijven hier stilstaan. Laat ik dan eventjes niet dit. Maar dit en de manual mode en ik moet dan naar dit gaan. Zo doen we dat. Het controlepaneel. Komt tevoorschijn met F4 voor de nieuwe serie. Maar dus die afspraak, dat is het eerste. Het tweede is het weer, jongens. Het is de laatste voorbije dagen is het ontiegelijk. Ontiegelijk koud geweest. Niet te
gelopen. Ik heb het echt ook zelf onder een schooltraining heel koud gehad. Hoe moet ik niet lang fietsen? En dan heb ik echt respect tegen films, omdat die echt een half uur of zo moet fietsen in Nederland naar Belgische school. Ondertussen zijn we hier door deze achtbaan aan het chasen. Ik vind sommige elementen slecht uitgewerkt, ook deze boomhouden. De baan is niet echt heel smooth. We gaan weer door een paal heen, te komen de grond af. Dit is wel vet en deze was wel smooth. Maar sommige dingen zijn een beetje onrealistisch, heb ik de indruk, en wel degelijk onrealistisch. Ja, we zijn aangekomen en crash. Er was een probleem, sowieso. Het karretje vertrok hier niet en van die zaken. Dus de maker heeft hier een heel fout gemaakt met de achtbaan. Die crash, dat trekt me even niks van aan, dat heb ik eigenlijk zelf veroorzaakt. Dat is mijn eigen fout. Op zich ziet deze de koproller goed uit, maar toch, hij beukt in de been. Kijk dit ook, dit is een heel kleine dingen, heel kleine spiraal, of ja spiraal, kurkentrekker. Heel kleine. Op zich is het niet een slechte baan. Hij heeft hier ook gebruik gemaakt van de speciale ondersteuning, dat is wel positief. Kijk, hij heeft hier ondersteuning op één punt laten uitkomen, dat zag ik hier trouwens nog ergens, hier zo. Heeft hij de ondersteuning van de bocht laten uitkomen op een punt. Dat is wel allemaal goed, dat kon hij hier denk ik ook doen. Maar op ja, aan de ene kant ook niet. Maar dit vond ik een iets minder in vergelijking met Vekoma. Dit geef ik een 7. Dit geef ik wel een 7. De laatste avond van deze aflevering is de Viper. En de Viper, de laatste aflevering, of laatste avond van aflevering 28, is geladen. Dit is een Vekoma kurkentrekker achtbaantje. Kennen we wel. Goed. Waar ik het nog even wil over hebben is zaterdag. Zaterdag is er iets speciaals. Staat er iets speciaals op de agenda. Ik ga niet zeggen wat. Ik geef een hint. Jullie kunnen het terugvinden op de Facebookpagina. Kijk eens op de Facebookpagina. Daar kunnen jullie alles daar kunnen jullie terugvinden wat het is. Geen informatie veel. Het is geen livestream. Het kan wel zijn dat er een livestream aan vast gaat hangen. Maar dat moet ik dan nog afspreken. Met films. En nog uitstippelen wanneer en hoe. Dus ja. Goed, we gaan beginnen met deze laatste avond, de Viper. We chasen naar onder in een bocht met 105 km per uur, gevolgd door een looping die heel hoog is gebouwd. We kregen hier wat remmen, volgens mij hebben die niet echt veel gedaan. We krijgen weer een nieuwe looping. We gaan nog een keer over de kop, er zijn al 3 loopings in totaal. En ik dacht dat we nog eens gingen, maar nee, we kregen een stukje remmen. En een heel erg graag stukje baan. Maar oké, we krijgen hier nu een omgekeerde cobra hol is dit. Een omgekeerde cobra hol is dit. Ik weet niet hoe het precies heet. Oh knik. Dit is wel positief. Mooi, nog wat curvertrekkers, nog 2, dus hebben we 5 inversies. Daar was ook een knik. Hier zit denk ik ook een knik aan. Ja, de baan is niet echt smooth. De baan is niet echt smooth. Op zich, het idee van deze achtbaan is wel heel erg goed. Ik geef deze ook een 7, nee deze krijgt 7,5. Daarmee komt deze op plaats 2 te staan. De vorige achtbaan komt op plaats 3. En de winnaar van deze aflevering is de Vekoma Bike. Hoe heet die? Boosterbike denk ik was het. Die was ook helemaal, ja, Vekoma Motorbike. Dit is de winnaar. De Viper op plaats 2 en Vert. Vertmik, wat een rare naam geven sommige mensen een achtbaan. Jezus Christus. De tweede achtbaan die we gedaan hebben, laat het klaar. Ik ga er geen woorden meer in wil maken. Volgende week gaan we weer een nieuwe aflevering doen, aflevering 29. Daarna komt nog één aflevering, daarna gaan we terug tutorials doen. Over No Limits. Achtbaan maken met de level editor verder. Ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet je een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren. Ik zeg het nogmaals. 300 abonnees voor 31 december, 23:59, zo niet, geen 12 uur livestream. En morgen komt er een speciaal video online. Komt sowieso, ik kan nog niet verklappen wat. Maar ik bedank jullie voor het kijken nogmaals en maak er een fijne avond van. Graag tot de volgende video. Later!